We hebben hier comité Viering Volkskerstzang Nikeri. Hier op bezoek, bijzonder op bezoek, omdat ze ons hebben gedacht. Bedacht met een geste hier. Trouwens, als je zit hier op tafel. En we zijn ze zeer dankbaar. Zeer dankbaar dat ze hebben gedacht aan Stichting Het Klankbord. Stichting Het Klankbord voor alcohol, drugsverslaafden en ex-gedetineerden. En dat men toch nog mensen heeft die aan ons denken. En God heeft deze harten aangeraakt, waardoor ze ons een pracht van een pakket hebben geschonken. En het komt ons goed. Ik wil ook gebruik maken van de gelegenheid geboden. Dat de anderen ook uw voorbeeld gaan volgen. En zeggen dat wij vol verlangen uit mogen kijken naar anderen die ons ook hier zaken kunnen leren. Weet je waarom het belangrijk is en waarom ik het bijzonder op prijs heb gesteld en bijzonder trots ben op de organisatie? Omdat het gaat om de mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt en zijn geraakt in een situatie van machteloosheid. En deze mensen zijn meestal mensen die verstoten zijn door de familie, die geen werk meer hebben, hè? En die wederom opgevangen willen worden in het proces van resocialisatie, rehabilitatie, maar dat geld niet hebben om dat te doen. Dus wanneer ze zich hier komen aanmelden en geen geld hebben, kunnen ze ze alsnog opvangen als wij nog donaties krijgen. Maar dat geld moet van ergens komen. Want deze zaken zullen zoveel magen vullen. En waardoor zoveel mensen hun kracht zullen ontvangen. En de kracht die ze zullen ontvangen staat doorzegelen naar hun familie. Ik ben u zeer dankbaar. Oké. God zegen u. Ja, u ook. Ook heeft de comité de thuis- en daklozen opgezocht en hun eten gegeven. Ze kregen allemaal een portie eten en drinken. De commissie Viering Volkskerstzang Nikeri is blij dat zij wat hebben kunnen doen voor de gemeenschap.